Hoi, daar ben ik weer. Welkom bij deze video van dag 5 van Defemmeramber, waarbij de prompts koffie en knopenkaartje zijn. Nou, een knopenkaartje, dat had ik niet. Het enige wat ik vond is dit stukje ephemera uit het Tim Holtz zakje wat ik laatst kreeg. En een kopje koffie in de journal plakken wordt ook wat lastig. Dus die ga ik lekker opdrinken met een stukje speculaas, want het is vandaag Sinterklaas. Maar ik heb wel een leuk ideetje. Ik heb een filterzakje opgezocht. Dat komt ook mooi in het thema. En een kaartje, knopenkaartje ga ik zelf maken. Ik heb 6 knoopjes opgezocht. En met deze speelkaart wil ik het knopenkaartje gaan maken. En dan met het filterzakje een pocket. Ik ga beginnen met het knopenkaartje. En daarvoor, omdat ik zo lekker kan kliederen, heb ik besloten om toch maar netjes op mijn klieder siliconen kliedermatje te gaan werken, want mijn tafel wordt er niet mooier op. Ik heb een theezakje om het kaartje wat minder wittig te maken en wat meer textuur te geven. Het is gewoon een oud gebruikt theezakje wat ik openscheur en dan op laat drogen. En de losse thee er natuurlijk uithaal en het geeft een heel leuk effect. Dit is ook heel leuk om op bijvoorbeeld foto's uit een tijdschrift te gebruiken. Het zijn gewone mooie foto's. En als je dit er overheen plakt, dan lijkt het net ineens een vintage foto. Tussendoor neem ik even een slokje van mijn koffie voor die koud is. En af en toe zal ik ook een hapje nemen van die heerlijke speculaas die mijn man heeft gekregen. Echt van de bakker, die is heerlijk. En ik ga eerst kijken waar ik de knoopjes ongeveer wil. En dan met de prikpen die ik even van mijn kinderen heb geleend, prik ik 2 gaatjes. Eigenlijk eerst door de knoop heen, zodat ze er precies goed zitten in de kaart. Dus dat de afstand goed is. En dan wil ik graag met het witte garen en een naaldje wil ik het op het kaartje vastknopen. En ik heb 6 knoopjes, dus ik knip eerst eventjes 6 veel te lange stukjes touw. Maar die kan ik daardoor makkelijker knopen en die knip ik straks gewoon bij. En dan heb ik die vast klaar liggen voor zometeen. Check ik even of de naald wel door het knoopoogje past. Maar hij valt er netjes doorheen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dan gaat hij eerst door de knoop, door het kaartje heen. En dan via de andere kant weer door beide omhoog. En dan gewoon een simpele knoop erbovenop. Nou, daar gaat het tweede knoopje op dezelfde wijze. Dus eerst in de knoop, dan door de kaart en dan weer door de kaart en de knoop weer terug en een knoopje erop. En ik kies ervoor om 1 voor 1 de knoopjes erop te zetten en ook de gaatjes te prikken. Omdat ik bang ben dat ik anders niet ze mooi onder elkaar en naast elkaar kan krijgen. Dat het toch een beetje verschuift en dat ze dan niet netjes zitten naar mijn zin.
En terwijl ik zo lekker aan het freubelen ben, ben ik eigenlijk reuze benieuwd of er vandaag ook bij jullie nog Sinterklaas gevierd wordt. Wij zijn vandaag uitgenodigd bij mijn zusje en gaan daar samen met de kinderen hopen dat Sinterklaas langskomt met cadeautjes. Gaan jullie ook nog vieren? Misschien met surprises of ook komt Sinterklaas bij jullie langs? Nou, het kaartje is groot genoeg voor meer dan 6 knoopjes, maar ik heb er maar 6. Dus ik prik wel gaatjes alsof ze er ooit gezeten hebben, zeg maar, net als op dit kleine kaartje. En een restje van het draad steek ik dan door een van die twee gaatjes die ik gemaakt heb. Zo lijkt het net of het knoopje eraf gehaald is om te gebruiken en touwtjes blijven hangen. Nou, nu het laatste knoopje er nog op. En dan is die wat knoopjes betreft klaar. Sommige draadjes zijn nog wat te lang naar mijn zin, dus die knip ik nog een beetje bij. En omdat ik het draad en de knoopjes wat aan de witte kant vind, ga ik ze nog wat beinkten in de hoop dat het een beetje ouder uit gaat zien. De rest van mijn journal wordt ook een beetje in vintage stijl, dus is het leuk als dat ook een beetje erbij past. En je kunt scharen met stof, kan je ook heel goed met distress inkt kleuren en of het lukte op de knoopjes wist ik niet, maar dat is ook wel gelukt. Het hele witte is er vanaf. En de randjes nog wat extra. Klein beetje beschadigen langs de kantjes. Zo lijkt het ook een wat ouder kaartje. Dat kan natuurlijk heel resoluut met de distresser, maar ik heb met mijn nagel gewoon een klein beetje gedaan. En dan ga ik nu verder met de pocket van koffiefilterzakje. Ik moet nog even uitvogelen hoe ik het precies hebben wil. Die flapjes eroverheen zou jammer zijn, want dan gaat het kaartje verloren. Maar naar achteren zou een optie kunnen zijn. Ja, ik denk dat dat het gaat worden. Deze is alleen niet helemaal recht. En dan ga ik nu wel even friemelen, want dat vind ik toch leuk als dat wel recht zit. Zo past die er mooi in. En dan kan ik aan de achterkant die twee punten over elkaar heen plakken. Dus dan kan dat kaartje ervoor in. Daarboven kan nog een tag in. En als ik hem daarachter kan ook nog wat. Als ik hem dan op drie plekken lijm op de pagina. Ja. Natuurlijk kan die zo niet blijven. Dus ik wil wat kleur aangeven. En daarvoor gebruik ik koffiepoeder. 1 theelepeltje. En daarbij doe ik 2 theelepeltjes water, dat die lekker geconcentreerd, lekker donkerbruin wordt. Misschien zou zelfs een gebruikt koffiefilterzakje ook nog wel kunnen. Maar ik doe het nu op deze manier. Lekker roeren. En dan met een kwastje ga ik willekeurig wat aanbrengen op mijn koffiefilterzakje. En ik kies ervoor
om een strepenpatroon te maken, heel spontaan. Eigenlijk heb ik er geen gedachte bij waarom, maar dit vind ik wel leuk. En dit is natuurlijk best wel een beetje nattig. Dus om het wat sneller te laten drogen, pak ik heel even mijn heat tool erbij. Zo, dat is goed droog. En dan ga ik nu hem in elkaar plakken. Dus om het flapje naar boven goed vast te zetten, doe ik daar een heel klein beetje lijm aan de randjes. Plak ik hem naar boven toe vast. En op de achterkant doe ik alleen wat lijm op die twee punten die elkaar overlappen. Je kunt ze ook helemaal vaststeken, maar ik vind het wel leuk dat de optie om er ook nog wat achter te kunnen steken. Zo kan ik er nog is, vind ik wel leuk. Pocket met drie vakken maken. Dus aan de voorkant voor de kaart, dan in het filterzakje en erachter. Na mijn rommelige poging om gouden spetters te maken met de acrylverf, ga ik het nu nog één keer proberen, maar dan met deze goudverf die ik heb liggen. Waterverf bedoel ik. En ik ben een beetje bangig dat weer alles onder de gouden verf komt te zitten. Dus ik probeer eerst heel voorzichtig om het met mijn waterbrush eruit te knijpen, met dikkere druppels te krijgen, maar dat lukt me niet helemaal. En dat hele zachte tikken om te voorkomen dat alles onder komt te zitten, werkt ook niet echt. Dus het duurt allemaal weer lekker lang. Met weer vrij weinig resultaat. Maar een beetje goud moet ook op dit projectje weer komen te zitten, vind ik. Dus ik geef niet zomaar op. Nou, het is gelukt hoor. Kijk maar, er zit wat op allebei. Ik laat het hierbij. Weer even snel wat aandrogen. En nou wil ik het nog graag hieronder een beetje versieren. Want zo vind ik het toch wel een beetje saai nog. Dus ik zoek mijn pizzadoosjes met plaatjes erbij. En daar heb ik één doosje met sewing dingetjes. Dus dit soort plaatjes. En die wil ik graag gebruiken. Omdat natuurlijk de knoopjes knopenkaartje wel bij dat thema hoort. En dan heb ik hier een tekje. En het tekje wil ik niet per se gebruiken. Maar het plaatje wat erop zit wel. En ik denk dat een leuk tekstje erbij nog wel leuk zou zijn. En omdat ik net zo zat te stunten, heb ik kleine tekstjes gekozen zoals Dare to Fail en Creativity Takes Courage. Ik vond dat wel passen bij mijn gestunt met mijn goudverf eigenlijk. Ik ga nu het plaatje uitknippen. En die wil ik dan hier zo in de hoek plakken. En dan een tekstje. Het kortste tekstje past er dan het mooiste naast. Dus die kies ik. Puur omdat dat het kortste tekstje is. En dat het mooier past. Natuurlijk moeten alle kleine stukjes ook geïnkt worden. Dus dat ga ik nu nog even vlug doen. En om dit nou zo erop te plakken vind ik toch nog een beetje saai. En dan bedenk ik me, garen past daar natuurlijk ook prima bij. Dus ik neem een klein stukje garen, zwart, dat geeft wat contrast. Ik maak er een klein propje van. En dat ga ik onder mijn plaatje plaatsen.
zodat het er nog een beetje uitpiept en het toch wat interessanter uitziet dan alleen de plaatjes erop te plakken. Met een beetje prit zorg ik dat het garen mooi blijft liggen waar ik het hebben wil en dan kan ik zo het plaatje er overheen plakken. Het tekstje er mooi naast. En dan begint het al ergens op te lijken. Maar toch mis ik nog iets. En ik vind dat heel leuk om te naaien. Dus dat ga ik ook nog even doen op het kaartje. En bovenin de hoek heb ik een clustertje genaaid. Eigenlijk zo'nzelfde stukje garen wat ik zo bij elkaar heb gepakt. En dan onder het stiksel mee heb genomen. En dat ligt dan precies op de tegengestelde hoek. Hé, wiens kleine handjes zag ik daar nou in de hoek voorbij komen? Dat was een van de kindjes. Sorry daarvoor. Nou, dit is mijn eindresultaat van prompt 5, knopenkaartje en koffie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en inspirerend. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!